Dag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In het noorden van het land heeft bewolking de overhand, in het zuiden komen geleidelijk al de eerste opklaringen. In de loop van de dag zien we dat de opklaringen zich nog wat verder naar het noorden toe uitbreiden, maar in de noordelijke provincies blijft het waarschijnlijk wel overwegend bewolkt. Uit de wolken kan vanochtend nog een klein spatje regen vallen, in de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 6 tot 8 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en het koelt af tot een graad of 6 bij weinig wind. Morgen is er opnieuw veel bewolking, zeker later op de dag en dan tegen de avond kan er misschien wat regen vallen in het zuiden. Het wordt 7 tot 10 graden en er waait nog steeds een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Op woensdag is het bewolkt en gaat het flink regenen. Het wordt dan ook behoorlijk zacht met een graad of 12 als middagtemperatuur. Maar het ook een vrij stevige wind uit het zuidwesten, aan zee later krachtig. Donderdag en vrijdag valt er een enkele bui, maar is het ook vaak droog. Het blijft buitengewoon zacht. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.